Serban, vader en zoon. En zo doen we het goed. Ja, Herman Krebbers die zegt dat hij dat niet kan spelen. Jawel, jawel. Hij kan wel heel goed spelen dat. Hij is stekend, hij is stekend. Ja. U hebt, wat mij nou het allereerste opvalt als ik hiernaar zit te kijken en te luisteren naar u allen, is dat het zo ongelooflijk vrolijk is. Ja, ik bedoel, als je een orkest ziet spelen, dan kijkt iedereen vaak zo ernstig. Maar als je u ziet spelen met het ensemble, dan is het altijd zo verschrikkelijk vrolijk. Vrolijk, ja, natuurlijk. We zijn vrolijk, altijd. Altijd vrolijk, hoor. Niet altijd, niet hè? Altijd, maar toch, meestal, ja. Nou, hebt u, u hebt een stuk bewerkt, ja. Roemeense volksmuziek, ja. Waar Herman Krebbers in meespeelt. Ja, zeker. Dan heb ik gezongen voor meneer Krebbers en dat doet het voortreffelijk. Uitstekend, hoor. Ja. Dan moet u een beetje luisteren straks. Ja. Hebt u een moeilijk stuk voor hem geschreven? Ja, ik heb een beetje moeilijk geschreven. Dat is waar, hoor. Ja? Vond jij het moeilijk? Vind je het moeilijk? Ik wil zeggen, Sonja, dat toen ik het zag en toen zei ik tegen Gregor, ik zeg, dat kan ik helemaal niet spelen. Hij zegt, ja, ik ook niet, maar jij wel. Ik zeg, ja, maar... Ik heb het geprobeerd en zij helpen mij zo fantastisch dat als er iets gebeurt, ach, dat is ook leuk. Het is alleen maar voor zo ongelooflijk plezier hebben we eraan beleefd dat het is niet zo erg. Zij vangen alles op. Het ensemble als zodanig bestaat toch nog? Jazeker, jazeker. Wij hebben nu veranderd. Wij hebben uit Roemenië een paar muzici gekregen. Nu zijn we weer terug en dan komt hij weer terug bij mij in mijn restaurant in Doina in Den Haag. Ja. 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 Kijk, daarom is hij nog altijd zo vrolijk. Ja. Wat gaat u spelen precies? Een Doina en een Hora. Een Doina en een Hora. En wat is dat? Is dat te vertalen of niet? Nee, dat zijn specifiek hoe mensen... Ik ga weg, ik ga luisteren.
bijna niets leukers, tenminste voor mij, om naar mensen te kijken die met zo ongelooflijk veel plezier staan te spelen. Hè? Dat geldt ook voor jou. Heel hartelijk dank voor dit programma. Oh Sonja, ik vond het zo fantastisch fijn. Ik heb de mooiste avond van mijn leven. Werkelijk, ik vond het zo ongelooflijk. Alles wat ik leuk vond, dat kon ik doen. En met alle mensen die mij zo geholpen hebben. Het is te veel om iedereen te bedanken, maar ik vond het fantastisch. Je kan het nou heel gemakkelijk zo doen. Dan ja, is dat iedereen... doe ik dan ook. Dat heb ik dan ook gedaan. Ja, dan is iedereen... Herman, ik heb heel lang nu net staan nadenken toen jullie zo heerlijk aan het muziek maken waren. Hoe ik afscheid van je zou nemen, ik weet het niet. Ik kan je alleen maar erg hartelijk danken en je een zoen geven, alsjeblieft. Dank je. En ik geloof dat Theo Olof, die heeft het dus één keer, geloof ik, het allerbeste gezegd. Die heeft dus gezegd, er zijn vele krabbers, maar er is maar één krabbers. En... Tot echt slot van het programma speelt Herman Krebbers en Toet Stielemans en het Metropoolorkest Midnight Cowboy.